Op 8 juni presenteerden Wim Martens Logistics en de Laaggroep hun eerste Volvo FH 4x2 electric trekker. Een 100% elektrische truck die voornamelijk voor Vernieuwpoort wordt ingezet voor vervoer van zand en grind. De Volvo electric trekker kan een hele dag werken met één keer opladen tijdens de reguliere pauze. Dit is de eerste auto die we hier in beeld zien, die achter ons staat. Is de eerste helemaal elektrisch? Volledig elektrisch, ja. Ja. De tweede is in bestelling, die komt eind van het jaar waarschijnlijk, als alles goed gaat. En ja, we zijn er eigenlijk mee aan het experimenteren op dit moment, maar het gaat eigenlijk buiten verwachting goed, moet ik wel zeggen. Moet je aan dezelfde laadpaal als een personenauto? Nee, dat is ietsje anders, ja. Daar heb je iets meer stroom voor nodig. Want als we die bij ons op het terrein in Heijen, wat we pas aangekocht hebben, zouden zetten, zo'n auto, dan zit waarschijnlijk heel Heijen zonder stroom. Dus dat is niet de bedoeling. Dus daar moet je echt extra voorzieningen voor treffen. Hoeveel kilometer kan die ongeveer rijden op één lading, laat ik het zo dan noemen? Ja, ongeveer een 300 tot 350 kilometer. Een truck die geen schadelijke stoffen uitstoot, zorgt voor een beter milieu, voor de mensen op de bouwplaats, maar ook voor de omwonenden en past perfect in hun duurzaamheidsstrategie.